het boek spreekt voor zich. Ja, maar jij hebt het toch geschreven? Waarom zo bescheiden? Jij zegt zelf juist in je boek steeds dat vrouwen eens een keer moeten ophouden zich bescheiden op te stellen. Maar jij overdrijft. Kijk eens, ladies. Een lekker kopje thee. Spannend, joh, die afspraak met de uitgever. Ik vind het echt heel leuk voor je. En Janine heeft trouwens een heel mooi voorwoord voor je geschreven. Sentimenteel gedoe. Ja. Ze is er niet tevreden over. Wat? Nee. Hoezo niet? Ik kom er veel te mooi vanaf. Zo ben ik niet. Nou, nu klink je wel een beetje zuur, hoor, Betsy. Dat is dan maar zo. Wat moet Janine dan schrijven? Het werk van deze zure oude vrouw is nog steeds erg actueel. Oh, met dat zuur, dat ben ik niet. Dat weet ik. Je bent best lief. Ik ben veel te oud om lief te zijn, om mezelf de hemel in te prijzen. Maar dat doe jij toch ook niet? Ik doe dat.